Ja, na verschrikkelijk nieuws is er ook altijd, en dan ook altijd goed nieuws. 10 november om 1 uur organiseren Frank Kanai en ik de Anton de Komwok, een van onze grootste Surinaamse helden. Frank doet thematische wandelingen. Hij doet de Martin Luther King, de Gandhi. En hij wil en wou graag samen met mij de Anton de Komwok doen. En ik heb meteen ja gezegd, want ja, zijn een van de Surinaamse helden. We worden ontvangen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, op de Dam eindigen we. Dus niet in een buurtenhuis of zomaar verdwaald ergens. Nee, waar Maxima en Willem-Alexander is getrouwd. Waar de dodenherdenking wordt gedaan. Dus we worden eindelijk ergens, ja, opgewacht waar wij echt iets aan hebben. Mede mogelijk gemaakt door Dave en Katinka. Super blij dat we zo'n samenwerking kunnen aangaan met de Nieuwe Kerk Amsterdam. Waar nu de grote Surinaamse tentoonstelling is trouwens. Dus dan weet je al hoe blij ik ben dat wij daar eindigen. Chetan heeft de route uitgestippeld. Geweldige mevrouw dat zij de moeite en tijd heeft genomen om het zelf te lopen voor ons. Er gaan bussen vanuit Den Haag. Maar heel veel mensen vragen me ook van, gaan er ook bussen uit Rotterdam? Als er genoeg mensen zijn, kunnen we dat zeker regelen. Ik wil niet alleen Surinamers, want iedereen heeft helden. Alleen Suriname heeft iemand zoals Anton de Kom nooit de erkenning wat ik vind dat hij moest krijgen. Dus wat ik van Frank heb geleerd is wandelen brengt heel veel mensen bij elkaar. En dat willen we nu wijzen voor het eerst in de geschiedenis dat wij niet in een buurtenhuis of waar dan ook terechtkomen, maar echt op de Dam. Op de Dam. Weet je hoe trots en blij ik ben dat wij daar eindigen? Op een plek waar heel veel van ons nooit naar binnen zijn gegaan of gaan gaan, wijzen we nu waar het ook kan gaan. Dus super blij dat Dave en Katinka ons dit samen met ons dit gaan doen. Frank, ik ben super blij dat je mij samen met mij dit wilt gaan doen. Laten wij Surinamers, Antillianen, Nederlanders, laten we wijzen dat wij ook op een heel hoog niveau zulke wandelingen kunnen doen, maar dat wij uit liefde dit doen. Zijn kleinzoon gaat daar spreken, Vincent de Kom. We zijn nog bezig met andere sprekers. Ik ga een spreker zijn. Wat wij natuurlijk zoeken zijn sponsoren voor water, fruit en de medailles. Wil jij een bijdrage leveren aan deze geschiedenis? Dan ben je van harte welkom. Die bijdragen zijn vaak niet zo groot, maar het gaat om het principe. Ja, wil jij de medaille sponsoren, dan sta je naast mij de medailles aan het einde van de rit weg te geven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er komen heel veel bekende Surinamers die ons steunen in deze. Dus ik ben super blij dat ik dit samen met Frank kan doen. We gaan eindelijk opstaan. We gaan opstaan. We zijn opgestaan. En ik hoop jullie daar te zien om te wijzen hoe groot wij dit kunnen maken. De Anton de Komwok 2019, 10 november om 1 uur op de Anton de Komplein in Zuidoost. Daar is de verzamelplek. Weer meer informatie. Het is geheel gratis. We gaan dit doen voor de liefde die ik ken als Surinamer. En dat weet ik dat iedereen dat heeft, omdat je een groot hart moet hebben om te begrijpen dat je doet het niet voor jezelf, maar je doet het voor ons. 10 november om 1 uur, de Anton de Kom Walk 2019. Frank en ik en nog heel veel andere mensen zijn klaar om geschiedenis te schrijven. Dus ben jij daar ook? Ik zie je dan. Baba, veeg je mond.